Hoi, en super leuk dat je kijkt naar het Jeugdschanaal. We gaan het vandaag hebben over Gratis Judo les, Concert voor bewoners van Oldenhoven en Matensteden, World Cleanup Day. Gratis Judo les. Judo is er voor iedereen, jong en oud, man of vrouw, je kunt altijd de mat op. Judo Lossen biedt nu de kans op een judo-les te ervaren. Belangstellenden kunnen twee gratis proeflessen aanvragen door een mail te sturen naar infojudo Op zaterdagochtend is er van 9 tot kwart voor 10 het Berenjudo Judo voor kinderen van 4 of 5 jaar. De les bevat veel spelvormen waardoor de judoka's spelende wijs technieken aangeleerd krijgen. Van 10 tot 11 is de les voor de starters, kinderen van 5 tot en met 8 jaar. En een uur later kun je meedoen met de groep van 8 tot en met 10 jaar. Ook voor de oudere jeugd en de senioren zijn de proeflessen beschikbaar. De trainingstijden staan op www.idolosser.nl. Concert voor de bewoners van Oldenhoven en Matensteden. Woensdagmiddag 25 augustus was het een en al gezelligheid in de tuin van Oldenhoven en Matensteden. Onder de klanken van de Twentse toppers, drie vis, frisse stoere kerels, was het genieten van ijs en poffertjes. Het ijs was van, van de pool aanbachtelijke ijsmakers. De poffertjes werden zoals gewoonlijk op deze parties gemaakt door Alfred Gerritsen en zijn vrijwilligers. De bewoners genoten van het optreden. Even met het hoofd in de wolken, meezingen, feesten en meedijnen op de muziek die iedereen kent. Helaas dwong een bui de toeschouwers en de artiesten een schuilpauze te nemen. Dit deed echter niets van de pret af. Toen de bui overgetrokken was, liep de tuin weer vol en werd het concert voortgezet. De kosten van het bijzonder aardig feestje kwamen voor de rekening van Tini en Ferdi de Boer. Dat wil zeggen dat de kosten worden betaald van het oude ijzer dat hij nog steeds inzamelt en op afspraak ophaalt. World Cleanup Day. Zaterdag 18 september is er een World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. En de gemeente Losser kan hier natuurlijk niet aan ontbreken. Na het grote succes van de spontaan, spontane actie tijdens de nationale schoonmaakactie van 20 maart, wordt dit een vervolg op zaterdag 18 september. De opzet zal hetzelfde zijn als de vorige keer. Start zaterdag om 10 uur voor het gemeentehuis. Vanwaar koppels van twee een eigen route aangewezen krijgen in het buitengebied van de gemeente Losser. Ongeveer twee uur later verzamelen we voor het gemeentehuis om de buit te bekijken. Verwachten we meer zwerfafval dan in maart? Eigenlijk niet, omdat er sinds maart al meer dan 60 vrijwilligers met enige regelmaat een stukje buitengebied schoonhouden. Via een nieuwe app helemaal groen kun je bijhouden welk deel schoongemaakt is en daarbij is het streven om de hele gemeente groen te laten kleuren. Het zou dus heel mooi zijn als veel vrijwilligers deze app tijdens het schoonmaken zouden gebruiken. De gemeente Losser en Karel Lurfink stellen grijpers, handschoenen en hesjes beschikbaar. Uiteraard is alle hulp welkom en kun je aansluiten op zaterdag 18 september. Om te kunnen voorspellen hoeveel mensen er komen is het verzoekje op te geven via losserschoon.gmail.com of stuur een berichtje naar 0630618080. Super bedankt voor het kijken naar het jeugdkanaal. Wil jij nou graag iets zien in de jeugdtalk? Mail dan naar nieuws-tripje-lossen.nl En tot de volgende keer!